Gelukkig je nieuwjaar allemaal. Gelukkig 2022. Een historische uitzending. In een tijd waarin ik kan stellen dat als je nu nog niet in de gaten hebt gehad of hebt gekregen, dat we worden aangevallen door de partij aan wie wij die belasting betalen. Dus wij werken heel hard, daar mag ik vanuit gaan. En dan creëer je een toegevoegde waarde. En die mag je niet zelf houden, nee, die gaat voor 80% naar een club toe. En met die inkomsten gaan ze oorlog voeren tegen ons. Dat heet dan de wereldorde. Met de paus aan het hoofd. Ja, voor zover de paus het goed doet. Want Johannes Paulus I, die heeft het 33 dagen volgehouden. En toen lag hij weer dood in zijn bed. Gelukkig mocht er geen autopsie worden gepleegd. Weet het, een lijkschouwing. Dus ja, we weten niet of die vergiftigd is. Want ja, bij de paus mag je dat niet onderzoeken. Nee, dit is een heilig lichaam. Dit is God hier op aarde. De plaatsvervanger van Christus Jezus. Jezus Christus. Je weet het wel, die club van de paus, die in de 15e eeuw hebben ze priesters moeten ontslaan en priesters op de brandstapel moeten doen. Priesters, hè? In de 15e eeuw, hè? Dan hebben priesters in het openbaar moeten excommuniceren. Ja, weg, we willen je nooit meer zien. Dat was nog mild. En als ze echt heel boos waren omdat een priester heel erg stout was geweest, dan ging een priester op de brandstapel. En dat ging altijd om hetzelfde. Namelijk seksueel kindermisbruik. Maar gelukkig heeft Wim Deetman daar in 2006... Ja, ik kan me enorm emotioneel overgelopen maken. Wim Deetman is een crimineel. Verschrikkelijke man. En dat zit dan bij het CDA. De Catholic Defense Agency of zo. Ja, als je maar niet aan de katholieken komt, want dat doet Piggy Winkel al. En ja, nou, seksuele kindermisbruik, ja, daar moet je ook een keer over ophouden, want dat was in de 15e eeuw al. Snap je? Schandalig, ja. En mensen denken dan van, ja, maar dit is... Nee, het is helemaal niet normaal. Het is gewoon zoals het is. De kinderporno wereldwijd, er komt voor 70% of 80% uit Nederland qua productie. Ja, als je het nou nog niet snapt dat er iets aan de hand is. En de horeca, ja, is uitermate droevig. Kan niet anders zeggen. Heel vervelend voor al die mensen. En de middenstand in het algemeen. Heel vervelend voor al die mensen. En voor ons allemaal. Heel vervelend. Voor ons allemaal. En al die gevaccineerde mensen die dachten, nou, ik doe één prikkie en toen, ik heb er twee nodig. Oh ja. Nou ja, dan maar twee. En, ik moet nou nog een boosterprik. Ja, even over nadenken. En er zat er nu al voor 2022 op het programma dat er drie keer geprikt gaat worden komend jaar. Met het experimentele middeltje. Waarvan dan zo'n overheidsmedewerker, zo'n leugenaar, zegt van, ja, kijk, wij hebben een studie gemaakt naar de korte termijn effecten. En nou, die zijn er niet. Daar valt toch iets op af te dingen. En ja, de lange termijn effecten, dat kunnen we natuurlijk, ja, daar hadden we geen tijd voor om dat te testen. Maar die verwachten we niet. Ja, net als met Softanon, hè. Dat zou ook allemaal goed gaan. Voor degene die dat niet weten, maar zwangere vrouwen die Softanon gebruikten, die kregen mismaakte kinderen. Geboren, die baarden mismaakte kinderen.
Heel erg wring, tenminste een arm. Is wel gek zeg, meestal hebben mensen twee armen. Nou ja, is een kind met één arm. Zeg eens hallo tegen mama. Met je ene armpje. Zie je wel, nou het ene armpje. Het is maar één arm, maar het kan wel hallo zwaaien. Hoe het valt allemaal reuze mee met softenon. Dat is, heeft de medische wetenschap bewezen dat je hoeft het helemaal niet te testen. Je moet het gelijk in de samenleving pompen. En dan kijken wat er gebeurt. Dat poen verdienen doen we toch wel. De overheidsmedische mensen, die staan op de lijst, jongen. Die moeten de gevangenis in. Dus Hugo de Jonge moet gearresteerd worden. Mark Rutte moet verdwijnen. En dan gaan we ook nog een keer op zoek naar Jan-Peter Balkenende. En die Piet Hein Donner. Of Jan Hein Donner. Jan Hein Donner. Hoofd van de Gladio. Afdeling Nederland. Ook arresteren. En aardappelmapaaiers. En al die arme Surinaamse drugsdealers die niks anders deden dan een beetje schuiven met wiet of zo. Of het GHB. Laat het toch zitten. Al die jongens laten we lekker vrij. Hebben allemaal cellen over. En dan gaat Mark Rutte krijgt een celletje. Hugo de Jonge krijgt een celletje. Ja, die kunnen trouwens wel met z'n tweeën op één cel. Want twee handen op één buik. Dus waarom zou je daar twee cellen voor nodig hebben? Gewoon één cel met een stapelbed. En een internetcamera erop, zodat wij dagelijks in de gaten kunnen houden dat ze niet Jeffrey Epstein worden. Een burgercamera toezicht, want je kan het gevangeniswezen ook niet meer vertrouwen. Ja, iedereen zegt dat Jeffrey Epstein dood is, maar hoe weten we dat dan? Want de camera's waren uitgevallen. Ja, dan moet je gewoon op vertrouwen. Ook dat onze regering zei, hè, toen vanuit de kant van het Forum voor Democratie. De enige partij, heb je nog een beetje die Wiebren van Haga en nog een beetje boerenburgerbeweging. En een heel klein beetje SP, we hebben het gehad. En dan vraagt het Forum voor Democratie om de achterliggende gegevens die staven, dus laten zien dat de uitspraak dat de ziekenhuizen vol liggen met ongevaccineerde mensen, dat klopt. En dan zegt zo'n stuk verdriet. Ja, als we dat gaan doen, dan spreken wij wantrouwen uit naar het RIVM. En dat wantrouwen kunnen we in deze crisis niet gebruiken. Nou, Marcus Aurelius, die Romeinse keizer, die heeft toch gezegd, vertrouwen is goed. Oh, is goed. Controleren is beter. Maar in het geval van onze overheid, omdat ze de godganse tijd tegen ons hebben lopen liegen, moeten we ze nu plotseling gaan vertrouwen, want anders gaat die crisis uit de hand lopen. Nee, ze zitten te liegen. Maar het is helemaal niet waar dat er allemaal ongevaccineerden op de IC liggen. Het is niet waar. Vaccins werken ook helemaal niet. De PCR-test kan je niet gebruiken voor het determineren of iemand besmettelijk is. Punt. En het is al helemaal moeilijk om te bepalen of iemand besmettelijk is aangaande een bepaald virus, als je niet eens weet hoe dat virus eruit ziet. Nee. Dat komt van de vleermuis uit China. Oh ja, natuurlijk. Dan typ ik dat eventjes in. Vleermuis, China, Wuhan. Dat is dat W-O-E-H-A-N. Nee, is met een U. Poink. Enter in de computer. Hupkee. PCR-test. Op een vleermuisvirus uit Wuhan. Ja, meer hoef je er niet meer van te weten, want het stond allemaal op het journaal. Onze regering zijn een stelletje criminelen. En als je zegt tegen de muur ermee, kan je nog problemen krijgen ook. Terwijl het is om een foto te maken. Wilt u even tegen de muur aan gaan staan? Je precies kan zien hoe lang Mark Rutte eigenlijk is. Als hij ontsnapt, dat we precies weten, het gaat om een verwarde man van 1,78 meter.
Tegen de muur met die lui. Allemaal fotograferen. Enkel bandje eromheen. En daar mogen ze allemaal buiten spelen. Achter een hek. In Roemenië. En wij betalen. Ook zo'n waarheid als een koe. Wij blijven lekker in de Europese Unie. We gaan helemaal niet dwars liggen. Ze krijgen alleen geen ene rode rotcent meer van ons. Tenzij wij een aanvraag doen van beste Europese Unie. Zou u ons met ons willen meedenken? Want we willen een kinderspeeltuin plaatsen in Heer Hugo Waard. En wat vinden uw adviseurs er eigenlijk van? Kan dat wel? Want zo is het momenteel, hè? Als een gemeente een kinderspeelplaats wil opknappen, dan moet er toestemming worden gevraagd aan Brussel. En dan krijgen ze een mul op request vanwege de NO2-emissie. Toen ik in 1976, toen was ik klaar met mijn HAVO. Toen wilde ik VWO gaan doen. Ja, dat ben ik gaan doen. En in 1978 was ik daarmee klaar. En toen werd er aan mij gevraagd, waar wil jij gaan studeren? En ik wist het bij totaters niet. En toen had ik gehoord van de Landbouwhogeschool in Wageningen. En daarvan was mij ter oren gekomen dat die een heel breed pakket hadden in de propaduizen. Met de plantkunde, dierkunde, wiskunde, organische chemie, anorganische chemie, economie. Dat was het volgens mij. In elk geval behoorlijk op de natuur gebaseerd en de beta-wetenschap. En toen ik daar bezig was, heb ik gekozen voor milieuhygiëne. En dan de oriëntatie luchtverontreiniging. Ik kreeg even een sms'je binnen van mijn collega. Maar de oriëntatie luchtverontreiniging. Luchthygiëne en verontreiniging. En ik was geïnspireerd, hè, door de berichten uit de kranten en zo. Ja, het milieu. Er is wat mee. En toen kreeg ik in mijn doctoraal, dat is aan het einde van je studie, kreeg ik een rapport onder ogen met een studie, met de studieresultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de binnenlucht. Nou, de Nederlandse regering heeft in Europees verband ongetwijfeld al in die dagen afgesproken dat de concentraties NO2 bijvoorbeeld, dat mag niet hoger zijn dan zoveel, want anders, tegen. Ja, het blijkt dus dat die NO2-emissie of emissienorm, de concentratie die er in de lucht mag hangen, die wordt in heel Nederland overal overschreden. In de binnenlucht. En aangezien mensen meer tijd binnenshuis doorbrengen dan buitenshuis, is het niet echt zinvol om de buitenluchtkwaliteit te gaan lopen verbeteren als de binnenluchtkwaliteit zo laag is. Waarop ik dacht, laat nou maar zitten. Ja, wat heeft het dan voor zin? Ja? En een gedoe over ozon. Raad toch weg. Ergens in Amerika, in de baai van San Francisco of zoiets. Daar heb je een ozonprobleem. Dat heeft te maken met, noem het maar de geografie. Iets met heuvels en er komt precies altijd in dat zonlicht. Ja, de zon schijnt er altijd volop. En dan al dat autoverkeer met al die emissies. En dan krijg je ozonvorming. Ja, dat is heel vervelend. In San Francisco. Maar niet hier in Nederland. En wij worden dan de stuip op. Ons wordt dan de stuip op het lijf gejaagd. Om niks. SO2.
Dat hele probleem, dat bestond helemaal niet, joh. En roep maar wat. En vroeger was dat nog, nou ja, het ging nog wel. En die boeren een beetje beteuterd kijken, want die kregen overal de schuld van. Nou, de boeren hebben het gedaan. Schande. Nou, inmiddels is het zo dat de landbouwproductie van Nederland, die daalt. Net als destijds in Rhodesië. En toen Rhodesië communistisch werd onder... was het? Weet die vent ook alweer? Mugabe. Robert Mugabe. Een aristocratische klootzak. Katholieke meeloper. Communist, puur sang. En hij van Rhodesië. En Rhodesië was netto-exporteur van voedselwaren, van de landbouw en veeteelt. Netto-exporteur, jongen. Ja, daar heeft Mugabe even een even korte metten meegemaakt. Een aantal jaren Mugabe aan het bewind. Importeert Zimbabwe. Nou is Zimbabwe afhankelijk van het buitenland voor het voedsel. Dat krijgen wij zo dadelijk ook. Leuk, hè? Ja, we hebben wel heel veel nieuwe Nederlanders erbij gekregen. Het gaat goed met Nederland, jongen. Nederland groeit met 100.000 mensen per jaar. Dat is een regio zo groot als Arnhem. Weet je hoeveel riolering je dan moet aanleggen? En nu, jullie kunnen dat niet horen, maar het is de eerste maandag van 2022. En dan doen ze het luchtalarm aan. Alsof de Duitsers eraan komen met de Russen in een tailwind. We hebben internet. Onze overheid heeft van iedereen een telefoonnummer. Dus als de pleuris uitbreekt, dan is de overheid in staat om iedereen een e-mail te sturen en een sms. Met de pleuris is uitgebroken, ga naar mijnoverheid.nl. Log even in met je DigiD. Een andere grote schandaal. Ik zou voor een gelukkig 2022 tegen jullie willen zeggen. Allahu Akbar. Je schrijft Allah Akbar, maar je zegt Allahu Akbar. Dus de allerbeste wensen voor 2022. En ja, La ilaha lilala. En Mohammed Rasulallah. En inshallah, dan gaan we lekker Allahu Akbar met z'n allen. En er keihard tegenaan. En de tuig achter de tralies, waar ze thuis horen.